Toen ik jong was, heette het nog flipperen. Dan ging ik elke week flipperen. Had ik 2 gulden, dat was 8 kwartjes, en dan kon je heel lang flipperen. Ik heb het nu over de vroege jaren 70 van de vorige eeuw. Ik zie er nog steeds heel behoorlijk uit. Zeker vandaag, want ik ben op Katendrecht. Mooiste stukje Rotterdam. En hier, ja echt, iets verderop op reukafstand zit het Dutch Pinball Museum. Ik zou het het Nederlands Flipper Museum noemen, maar het is het fucking Dutch Pinball Museum. En het is open en dan kan je naartoe. En dan zie je tientallen, ik zeg 50 flipperkasten vanaf 1900 tot nu. En je kan ook zelf flipperen en je krijgt een stukje educatie. Dat zie je dingen vertellen. Allemaal hier, gewoon op Katendrecht in het Dutch Pinball Museum. En Gerrit Salom vindt het ook leuk. Dat is niet echt een aanprijzing, maar dat geeft niet. Want Gerrit en ik, echt dit hè. Ik zeg ga nou gewoon naar het Dutch Pinball Museum en dan ga je lekker flipperen of pinballen.